Febe van Aken, uiteindelijk 1-4, maar ik denk dat jullie een heel verdienstelijke partij gespeeld hebben. Ja, we zijn echt heel goed begonnen. Hoezo? We hebben een paar kansen, maar ja, we maken ze weer al niet af. Hoppa, en dan we gaan dat plaats. En ja, we maken te veel individuele fouten, dus dat moet er echt uit. Mm-hmm. Jullie komen snel op achterstand, maar dan toch ook vrij snel op 1-1. Op dat moment is er terug geloof. En dan even 5 minuten, een beetje concentratieverlies. Ja, inderdaad. Soms verliezen we een beetje de focus. En ja, ik zei het, die individuele volgen er echt uit. Want dat is wel twee matchen. Aan de andere kant missen jullie wel een aantal speelsters. Dat is natuurlijk voor dit moment een grote handicap. Ja, nu zijn er alweer al 2 heel. Dus ja. We zijn er weer al weg, dus hopelijk komen de geblesseerden snel terug. Mm-hmm. Nu gaan jullie naar de play-offs, dat is een eerste beloning voor Brugge. Hoe kijken jullie naar de play-offs? Ja, dat zijn de 4 of 5 beste ploegen van België, van de vrouwen. Dus ja, we gaan proberen voor die derde plek te halen. En we gaan gewoon vechten in elke match. Mm-hmm. Laatste vraagje, hoe is het om bij Club Brugge te spelen en met een trainer als Leo van der Elst te werken? Ik speel al 10 jaar bij Brugge en ik moet zeggen, in de laatste jaren groeien we echt als team. Dus ja, we hebben echt ook heel veel te danken aan onze coach. Dan zou ik, neem de positieve punten uit deze wedstrijd, kop op en op naar de play-offs. Dank u wel. Dank u.